Welkom bij deze uitzending van TV Berchem. Vandaag hebben we een bezige bij in de studio, Gontje van Duren. Ze is voorzitter van de Zonnebloem en ook van de nieuwe Goede Doelenweek van Berchem. Daarom hebben we vandaag twee onderwerpen die we gaan bespreken. Welkom Gontje. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over zowel de Goede Doelenweek als het project van de stichting Bambanini. Bambanani. En allereerst wilde ik je vragen van, kun je nog in het kort aangeven wat de Goede Doelenweek precies is geweest? Nou, voor de Goede Doelenweek hebben wij een stichting opgericht het afgelopen jaar. En die stichting die bestaat uit een bestuur en de 15 coördinatoren van de 15 Goede Doelen. Dat is samen de stichting Goede Doelenweek Berchem. En in de Goede Doelenweek Berchem wordt in de eerste week van de actie zeg maar enveloppen rondgebracht bij de mensen. En dan krijgen de mensen uitleg, op de brief staat uitleg hoe dat het allemaal werkt. En er zit een antwoordformulier bij waarbij de mensen per goed doel kunnen aangeven hoeveel dat ze willen geven. En dan moeten ze dat, als ze per goed doel een verschillend bedrag geven, dat kan, dan moeten ze dat allemaal samen optellen onderaan de streep. En dat bedrag dat moet dan in de envelop gestopt worden. Ja. En dat hebben we dit jaar voor het eerst gedaan hier in Berchem. Ja, en omdat het de eerste keer weer is, ben ik zeer benieuwd van, is het ook allemaal goed verlopen? Nou, wij hebben met 15 coördinatoren te maken en dus met 15 verschillende werkwijzes, verschillende manieren van communicatie. Dus sommige collectanten zijn gewend om alles per e-mail te doen, anderen zijn gewend om gebeld te worden of gevraagd te worden. Bij de ene dan zeg je, als je straat doet 1 tot en met 45, dan is het automatisch oneven. Bij de andere is 1 tot 45 alle huizen. Dus daar ging af en toe wel een keer wat fout. Dat is een leerproces voor ons, zodat we het volgend jaar echt erbij zetten voor de collectant. Je moet echt alleen de oneven nummers noemen of alleen de even nummers. En we hadden een paar mensen die hadden straten die echt te ver uit elkaar lagen. Dat was een beetje verkeerd ingeschat. En dat was, ja, niet iedereen weet alle straten in Oud-Berchem te liggen als ze in Zuid of in de Piekenhoef wonen. Dus, maar ook daar leren we van. Dan gaan we het volgend jaar gaan we dat allemaal verbeteren. We hebben een contact of een evaluatieavond gehad met de coördinatoren. En daar zijn gewoon een aantal punten van de coördinatoren uit bij ons gekomen. En die hebben aangegeven wat er beter kan. En ja, bedoel, het is, we streven er ook naar om elk jaar beter te worden. Want het is nooit de eerste keer perfect. Tuurlijk moet je ook niet nastreven. Maar we zijn over het algemeen echt heel erg tevreden. Ja, en ik kan ook snappen dat dat niet meevalt. 15 verschillende werkwijzen om dat te combineren tot één in één keer. Hè? Nee, dat gaat meestal niet in één keer. Nee. En ik heb begrepen dat jullie de telling al hebben gehad van het bedrag. Ja. Is het een mooi bedrag geworden? Het is een mooi bedrag geworden. Ruim 21.000 euro hebben wij opgehaald. En afgelopen maandag hebben we dat allemaal overgemaakt naar de 15 goede doelen. Samen met de coördinatoren, want de coördinator van een goed doel die blijft verantwoordelijk voor het geld wat is opgehaald. Dus de penningmeester van de stichting heeft samen met de coördinator het geld overgemaakt naar het goede doel. Okay. Dus dat is afgelopen maandag geweest. Okay. En we hebben dus ook de coördinatoren gevraagd wat ze in de afgelopen 3 jaar gemiddeld per jaar, dan zeg maar over 3 jaar en dat uitgemiddeld. En die bedragen die hebben we opgeteld. Plus het bedrag daarnaast gezet, het bedrag wat we nu hebben opgehaald. En dan hadden we twee coördinatoren die hun bussen altijd rechtstreeks naar Os brengen. Dus daar hadden wij geen zeg maar tussenbedrag van wat echt van Berchem was. Maar dat hebben we een beetje ingeschat aan de hand van de aantal collectanten dat meestal voor dat doel liep. En dan moeten we zeggen dat we nu met deze actie meer hebben opgehaald dan de 15 individuele fondsen alleen hebben gedaan in de afgelopen 3 jaar. Oké, dan kun je zeker zeggen dat het succesvol is geweest. Ja, dan kunnen we zeggen dat het succesvol is geweest. Plus dat het ook nog veel tijd scheelt omdat er maar één keer iemand, twee keer in dit geval, langs hoeft in plaats van 15 keer. Ja, nu komen er 2 keer de mensen aan de deur en anders dan komen ze met de collectebus, komen ze 15 keer aan de deur. Ja. Dus ik neem aan dat jullie het volgend jaar weer op deze manier gaan doen. Ja, wij gaan het volgend jaar weer op deze manier doen. En ook volgend jaar gaan we de enveloppen weer persoonlijk bezorgen bij de mensen. En we streven er jaar om volgend jaar een iets grotere deelname te krijgen. We hebben nu 4324 enveloppen weggebracht, zeg maar. Mm-hmm. En daar hebben 28% daarvan heeft iets in de envelop gedaan, geld in de envelop gedoneerd. En 4% heeft iets per bank gedoneerd. Het zij met de QR-code, het zij met een bankoverschrijving.
Dus als je er optelt, dan doet 32% van de mensen doet mee. En dat willen we graag naar een hoger plan brengen. Dus vandaar dat we volgend jaar ook nog weer een keer uitleg gaan geven. De mensen moeten ook een beetje vertrouwd ermee raken. Hè, want het is toch, je werkt nu ook met elkaar. Dus soms komen er ook andere mensen aan de deur als dat ze gewend zijn voor een bepaald goed doel. Omdat je natuurlijk allemaal samen de hele berg moet lopen. Dus niet iedereen kan zijn eigen straatje blijven lopen. Want sommige straten, daar heb je 5 collectanten op staan en andere straten helemaal niemand. Dus dat moet een beetje, dat is allemaal een beetje nog wennen. Dus, maar volgend jaar hopen we dat meer dan 32% de score van mensen die meedoen. Ja, ik denk ook als het wat meer bekendheid krijgt, dat ook meer mensen mee gaan doen automatisch. Dus dat verwacht wel dat het volgend jaar een hoger percentage wordt. Nou, mooi. Dat is een mooie vooruitgang. Ik denk ook voor de mensen in Bergen, want dan krijgen ze niet 15 keer iemand aan de deur, maar 2 keer. Nee. Hè? En wat ik nog wel wil vermelden is van die 32% die hebben meegedaan. Dat hebben we dus gekeken, dat zijn dus zoveel enveloppen en zoveel bankoverschrijvingen. En dan door het totaalbedrag gedeeld door dat getal, dan komen we uit op ongeveer €15 gemiddeld per donateur. En dat vind ik best een mooi bedrag. Keurig bedrag. Een keurig bedrag, een gemiddelde van €15. Want je hebt mensen die geven meer dan 100 en je hebt mensen die geven €2 of €1. Allemaal even goed. Best prima. Iedere euro is er één. Dus al krijgen we enveloppen met €1, daar zijn we net zo blij mee. Dat is zeker. Iedereen kan evenveel missen. Portemonnee kijken, nee, inderdaad. Daarom, we zijn hartstikke blij met iedere euro die we krijgen. Ja, nou, mooi. Dan zou ik zeggen heel veel succes volgend jaar weer. Ja, dank je wel. Met de organisatie. Dank je wel. En dan gaan we verder met het tweede onderwerp. En dat is project Bambanani in Zuid-Afrika. Ja. Daar werkt Gontje ook aan. Via de Zonnebloem wordt dit project geholpen. Wat houdt het project precies in, Gontje? Nou, wij zijn een 8, 9, 10 jaar geleden, ik weet eigenlijk niet meer precies, zijn we ooit op een ruilbeurs geweest van een dienstenruilbeurs. En dat was in Bernhezen. En daar zijn wij als Zonnebloem zijn wij daar ook geweest. En daar werd gevraagd om mutsjes te breien voor de kinderen in Zuid-Afrika. En in ruil daarvoor mochten de dames die deden breien, mochten naar een beeldentuin. En er was die man die dat allemaal organiseerde was Ed Rakhorst uit Heeswijk-Dinter. En die beeldentuin die was bij zijn ouders of bij zijn schoonouders, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, wij zijn toen begonnen met het breien van mutsjes. En toen wij na een paar jaar, dames hadden die daar eigenlijk toch wel graag een keer naar die beeldentuin wilden. Want bij de Zonnebloem zijn de mensen niet meer allemaal piep. Dus het is altijd toch een hele organisatie om met die mensen dan weer naar de beeldentuin te gaan. En toen was de beeldentuin niet meer intact. Want die mensen hadden die hadden vanwege gezondheidsproblemen moeten stoppen. Dus toen zijn we ergens anders naar de tuin. Ik geloof Appeltern of zo zijn we met die mensen toen naar de tuinen geweest. Toch mooi in ieder geval een gezellige dag mee gehad. Maar we zijn altijd blijven breien. Ja. En die mutsjes die neemt Ed allemaal mee naar Zuid-Afrika. Want in Zuid-Afrika heeft de stichting Bambanani, die heeft daar schooltjes voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Mm-hmm. Dus kinderen in Zuid-Afrika gaan pas naar school als ze 7 jaar oud zijn. En dan gaan ze ook allemaal met de schoolbus. Kinderen van 0 tot 7, die zijn thuis. Die lopen rond en die lopen steeds verder van huis weg. En vooral meisjes van 4, 5, 6 jaar, die zijn heel erg kwetsbaar. Worden vaak ontvoerd en die worden vaak misbruikt. Om dat te voorkomen hebben ze schooltjes opgericht voor de kinderen van 0 tot 7 jaar. De oudere kinderen die naar de schoolbus gaan, die brengen de kleintjes mee. Die zetten de kleintjes daar bij de school neer. En zelf gaan ze naar de grote school in de stad. En die schooltjes, dat is niet meer als een gebouwtje van 3 bij 4 vierkante meter. 12 vierkante meter. En daar zit een keukentje in van 2 bij 2. En voor de rest is leslokaal. Les, dat wil zeggen, die kinderen worden bezig gehouden met zingen, met woordjes leren. En wat ze kunnen op hun eigen niveau, maar vooral heel veel leren samen te spelen. En als spelend ontwikkelen. Bij elke school is ook altijd een moestuin, een groentetuin. Ze proberen zoveel mogelijk met de kinderen samen in de groentetuin te werken, zodat de kinderen weten waar de groentes vandaan komen. Want ze krijgen daar elke dag een maaltijd. En die wordt veel groente gebruikt uit eigen tuin. Dus naast dat ze les krijgen, krijgen ze dus elke dag ook een maaltijd. Als het koud is en ze hebben geen vestje of een truitje bij, dan krijgen ze een vestje of een truitje als er dat is. Dus wij breien ook vestjes en truitjes voor die scholen. En een kind krijgt elke avond een mutsje mee naar huis. Dat moeten ze de volgende dag weer op school hebben meebrengen. En als ze weer naar huis gaan, moeten ze het opdoen. Dan kunnen ze controleren of ze het mutsje nog hebben.
Helaas zijn er ook ouders die zo'n mutsjes gaan verkopen, want dan kunnen ze daar wat drank of net wat andere dingen verkopen. Dus de kinderen zijn daar vaak de dupe. En kinderen die hebben die mutsjes nodig, omdat zij worden altijd bijna kaal geschoren. Ze hebben hele korte haartjes. Dat is voor ziektes, voor ja, alles wat daar hè, in de rimboer, weet je zelf al, als je lang haar hebt, komt van alles in. En haren wassen, dat gaat niet alle dagen. Dus die kinderen hebben bijna allemaal korte haren. Maar dat houdt in, als ze 's nachts op bed liggen, of in bed, of het bedje wat ze hebben, en dat is vaak alleen maar een jutezak op de grond, dan hebben die kinderen een veel te koud hoofd. En als ze een koud hoofdje hebben, kunnen ze niet ontwikkelen. Dus die mutsjes zijn heel erg belangrijk, dat die kinderen elke nacht bij het slapen een mutsje op hebben. Dus vandaar dat er werd gevraagd om mutsjes te breien. Ja. En dat gaat echt met honderden per jaar. Ja, en als ik het goed begrijp, als die schooltjes er niet zouden staan ook, dan zouden die kinderen, terwijl de ouders aan het werk waren, gewoon de hele dag zichzelf maar ja, moeten zien te redden. Dan moeten ze zichzelf zien te redden. En ja, dan wordt er vaak door 1 of 2 moeders opgelet en de rest is werken. Of op het land aan het werk, want ja, ook daar hebben ze heel veel dat ze op hun eigen land werken. En dan moeten de kinderen worden aan hun lot overgelaten. En dan zijn ze echt heel kwetsbaar. Vooral de meisjes. Ja. Ja. Ja, mooi project. Ja. Ja. En jullie hier in Berchem helpt dus eigenlijk door middel van het breien van mutsjes en vestjes, truien. Ja. Truitjes, ja. Truitjes. En doen jullie dat gezamenlijk of doet iedereen dat thuis? Hoe werkt dat precies? Nee, dat doen de mensen allemaal thuis. En we proberen, ik heb nu 2 keer een advertentie gehad in het Brabants Dagblad. Onder mijn Brabants Dagblad heb ik dan een advertentie gezet dat ik graag wol wil hebben om mutsjes te breien voor de kinderen in Zuid-Afrika. En dat heeft 2 keer echt een enorme berg wol opgeleverd. De ene keer had ik, ik geloof iets van 15 of 16 bananendozen vol. En de tweede keer waren het er meer dan 20. Dus en dan kan ik wol uitdelen aan de mensen die willen breien. Want dan hoeven de mensen niet zelf die wol te kopen. Hè, want er is in Brabant wol zat blijkbaar. Want als ik een advertentie zet, dan krijg ik echt ontzettend veel. Hè, want heel veel mensen kopen wol, die houden restjes over. Zonder om weg te gooien. En als je dan zo'n project hebt, dan brengen ze dat graag of we halen het op. Mijn man heeft de laatste keer een rondje gereden door Waalwijk ten Bosch en Os. En had hij de auto helemaal vol met allemaal zakken en tassen en van alle dozen met wol. En daar zit soms echt hele mooie wol tussen en ook vaak een heleboel bollen van dezelfde kleur. En die hou ik dan weer apart en die geef ik aan de dames die liever truitjes doen breien of visjes. Ja, want die hebben weer wat meer die nodig. Hebben wat meer nodig van dezelfde kleur. Ja. En dan kan er wel een keer een ander kleurtje of een streepje doorheen, maar dan moet je wel weer net wol hebben die even dik is, dus ik laat ze dat meestal gewoon zelf uitzoeken. Ik heb wol zat en het mag allemaal gebruikt worden. Dus ja, en zo komt die wol die dan nog ergens achter in een kast ligt mooi terecht. Die hè? Komt weer mooi terecht, ja. Ja, en kunnen mensen die nog mee willen helpen met het breien in Berchem meedoen? Ja, als mensen graag willen breien, dan nemen ze maar even contact met mij op. Want het is altijd welkom en Ze hebben altijd mutsjes en truitjes nodig. En ook trouwens kinderen of babykleren. Hè? Want als zo'n kinderen op zijn school zijn van 0 tot 7 jaar, dan zit nog wel eens een keer een kindje bij dat een keer een natte broek heeft of zichzelf anders bevuilt als je aan de diarree is of weet ik veel. Dan hebben ze ook graag natuurlijk wat schone kleren die ze dat kind kunnen aangeven. Oké, dus kinderkleren of babykleren, daar zijn jullie ook mee geholpen? Daar is de stichting ook mee geholpen, ja. Oké. Ik wil niet een hele grote vuilnisbak bij mij voor de deur hebben waar alles in gedumpt wordt. Het moet echt schoon zijn. Ja. En ik moet het zo met die mensen mee kunnen geven. Want het is echt nog een hele tijd onderweg voor het daar is. Dus als het niet echt schoon is, dan gaat dat allemaal stinken en dan is het vies. Nee, dus dat moet je niet hebben. Het moet echt mooi schoon zijn. Ja, en dan pak ik het in bananendozen. En die gaan allemaal met een zeecontainer daar naartoe. Maar dat regelt Ed allemaal. Want hij haalt bij mij altijd alles op. Je haalt alles op. Die en haalt die alles op. Dat als ik weer een lading heb, dat ik zeg van nou, je hebt je auto weer een keer vol. Of je hebt de kofferbak vol. Dan komt hij gewoon en haalt hij de spullen weer op. Oké. Ja. Nou, mooi project ook. Ja. Mooie manier ook voor de mensen die breien. Leuke hobby met een goed doel ook nog, hè? Ja, dat is zeker. Dus als mensen wol over hebben, kunnen ze ook bij je... Als ze wol over hebben, kunnen ze ook bij mij brengen, ja. Dan zorg ik dat het weer verdeeld wordt onder de mensen die breien. Nou, dus, bezig met veel mooie projecten dus, Grondje. Ja. Nou, dankjewel voor het mooie interview. Graag gedaan. En heel veel succes in de toekomst met dankjewel, alles. Dankjewel. Okay. En bedankt voor de gelegenheid die ik hier heb gekregen. Nou, ja. Nou, dus jullie horen het. Als jullie nog wol of kinderkleertjes of babykleertjes over hebben, dan kunnen jullie altijd even contact opnemen met Grondje. Dan weet je zeker dat het op een goede plek terecht komt in Zuid-Afrika.
mag ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Dit was het laatste interview van mij voor TV Berchem, omdat wij helaas gaan stoppen. Dus ik wil jullie ook allemaal hartelijk danken voor het kijken, al die tijd en tot ziens.